Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag een video met live Call of the Ghost gameplay. En vandaag zat Hunted Free vooral op Octane. En we spelen met M9A1, was dat dan? Nou ja, ik dacht M1911, maar dat is een ander pistooltje. Maar dat is toevallig ook een pistooltje. En trouwens, hier moet ik oppassen. Er spant altijd een enemy links van mij en een enemy rechts van mij. En ik hou die rechts even in de gaten. Oké, nou is die links, hè. Oké, dat was ook niet echt zoals gepland. Ja, serieus, met dit pistooltje mag je niet te snel schieten. Want dan detecteert hij gewoon geen hits meer ofzo. Ik weet niet, maar ik heb hier al even mee gespeeld. Want toevallig had ik hiervoor een potje een 23 gun streak. En toen was de match afgelopen. Dus toen dacht ik van, oké, weet je wat? Ik ga dit een keertje recorden, live. En dan hoop ik dat het daar ook zo goed gaat. Eigenlijk denk ik dat er iemand hierboven zit, maar... Oké, daar kwam er aan, dat weet ik. Wat? Was die single shot? Ah, dat is zo oneerlijk. Er moet echt een beeld staan van, fuck you, dit ding is single shot. Dat weet ik van tevoren ook niet. Damn it. Eigenlijk zou je altijd met elk ding wat je oppakt, moet je single shot schieten. Want het is meestal toch zo. En dat was mijn rug. Ik zal eens even kijken waar er in dit ding zit. Drop mis. Goed zo. Nee, nee, niet zo. No. Ik dacht gewoon dood ook. Daar heb ik geen zin in. Oké. Dit is beter. Dit is ook single shot. Toevallig van dit ding weet ik het. Want dit ding is standaard single shot. Oké, waar zijn die mensen man? Normaal komen ze hier alleen, maar... Dan moet je ze zelf gaan zoeken. Die 23 guns riep van net als op Fright. Dus daar rende ik gewoon constant gewoon die chille rondjes die ik normaal gezien in Free For All ook doe. Nope. Headshot. Op zich wel fijn aan die single shot dingen is dat ze niet snel leeg gaan als je zoveel kogels hebt. Want je hoeft maar een paar kogels raak te schieten als je überhaupt raak schiet. Want dat deed ik dan niet, maar dat doet er even niet toe. Waar zijn die mensen dan? Oh. Ik schiet ook te veel, denk ik. Mensen hebben sowieso minder health in deze game mode. Dat is me wel opgevallen. Dat weet ik bijna zeker. Of de pistolen zijn gewoon veel sterker. Dat kan ook. Volgens mij is het echt wel veel minder health. Want je hebt ook heel weinig ammo. Dus je moet er voorzichtig mee zijn. Dus... Oké, er zit er eentje boven. Ik weet niet of hij beneden springt. Ik ga er vanuit van niet. Ik heb stalker gekregen. En dat is nog steeds zo raar. Hè? Ik wil zonder stalker spelen. Maar het is toch wel altijd zo fijn als je het even oppakt. Oké, die had ik niet aan zien komen. Dat hij niet won, dat snap ik nog niet. Maar oké. Zero fucks were given. Er liep er eentje in de vette, maar... Toch maar opschieten? Nee. Volgens mij loopt die kerel precies hier onder mij nou. Nee, wacht op mij. Niet omdraaien. Oh mijn god, serieus? Ik had Throne Knife moeten gooien. Ik was vergeten. Tering man, ik zit alles mis. Dat is dus mijn speelspel normaal gezien. Gewoon lekker sprayen van dichtbij, maar ja, dat kan nou dus niet. Hij zit hier volgens mij nog steeds boven. Hopelijk zat hij hier niet op te wachten. Goed zo. Passen. Oh, what the fuck? Is hij nou weer burst? Ik wist niet dat ding burst kon zijn, überhaupt. Al die verrassingen steeds, jongens. Constant. Wat is dit? Wat doet dit wapen? Oeh. Ik moet die tweede burst niet afschieten. Dat is zonde van de kogels. Hoor je er iemand achter mij? Ja, deze game mode is zo chill als je hier gewoon een headset hebt, jongen. Die 23 gun streak van net heb ik ook echt alleen maar gehaald vanwege mijn headset. Oké. See you later. Je mag hem hebben. Ik hoef geen ammo crate meer. Komt hij naar me toe? Dat zou echt geniaal zijn als hij nou naar me toe kwam. Maar niet via die kant. Nee. Hij rende te hard. Ik had hem kunnen hebben als hij niet zo snel doorliep. Ik heb hem wel als hij uit die deur komt, maar hij was al gelijk achter dat ding. Dan had hij ook nog een shotgun, dat is echt een slechte situatie die je kan hebben. Oké, we doen het wel maar zo. Nee! Dat was close. Trouwens, die 23 gunstreak van net, die heb ik gerecord, dus die krijgen jullie nog te zien. Maar ik moet wel even, weet ik veel, een onderwerpje verzinnen of zo voor die video. Serieus, ik denk silence. Oh, kut, ik heb geen ammo meer. Ja, met... Oei, dat is beter werk. Dat zie ik liever. Ook al kan ik niet begrijpen dat mensen zo ook met het ding rondlopen. Want ik snap het wel op assault trouwens zo, maar op een submachine gun, not so much. Er loopt er eentje hier. Ah, dat is zo lelijk, headset, I love you. Hopen dat voor deze span trouwens, hè. Ik ben hier heel vaak om hier gewoon langs te lopen en dan span is altijd in een hoekje. Dat is zo'n lelijk hoekje. Iemand die loopt best wel gelijk met mij, alleen hij heeft wel veel meer deads, maar qua kills, het gaat alleen maar om de kills natuurlijk, hè. Loopt hij redelijk gelijk. Ik kan hier nog makkelijk een kill mee maken, dus ik bewaar hem nog eventjes.
Dan kan je iedere keer allemaal wapens oppakken, maar je weet niet wat voor wapens het zijn. Ja, tenzij ze liggen natuurlijk, maar meestal zijn die dan al bijna leeg. Nieuwe ammo crates. Nee, waarom knife ik niet? Ik ben zo dom. Ik denk niet na, jongens. Ik denk niet na. Ik doe maar gewoon wel. Ja, dit is zelfs dit. Ga ik op deze afstand met die pistool leeg schieten? Ik heb die kogels hard nodig. Dit is tactisch, jongens. Ik dacht dat hij hier was. Hij was aan de andere kant. Hier loopt er eentje. Ik weet het. Oh shit, hij is iets te ver weg. Nee, dat gaat hem niet worden. Ik kan wel een beetje troon afgooien, maar niet zo ver. Oh, lol. Ik dacht even achter mij was. Als jullie zeggen niet dat er eentje in mijn rug komt. Is een keer naar boven. Hij is naar boven gegaan. Als jullie draaien niet om. Bam! Lelijk. Hij was eindelijk boven. Er loopt er een precies onder mij. En ik spring dan liever niet naar beneden. Want dan heb ik altijd recht voor die mensen springen. Zie je? MSBS. Oh shit, snel. Oh, hij loopt gewoon door. MSBS is zo chill, hè. Ook al was dat ding wat ik net had opgepakt. Dat burstwapen. Dat was echt sterk. Dat was echt één burst. Iedere keer weer. Alleen bij het begin had ik er niet door. Dus ik schoot automatisch twee burst. We zijn wel aan het winnen. Dat is gunstig. Maar het scheelt niet veel. Hopelijk probeert er iemand dat ding te pakken. Oh shit. Nee! Ik moest oppassen. Ik denk dat ik knifed, maar dan ging ik iets naar achteren. Ik heb hem met twee kogels. Nou, daar ga ik niet oud mee worden, denk ik. Hopelijk kan ik snel even hier iets weg sneaken. Oké, mooi. 10 kogels, dat is goed. Ik wil eigenlijk niet nog doodgaan. Ik heb nog maar 2 kills nodig. Oh shit! Ik dacht, wow, hij is dichtbij ineens. Loopt iemand recht boven mijn hoofd. Oh, dat is eng. Fuck, fuck, fuck. Yes! Ha! 25-2. Toch nog mijn streak verbeterd. Bij het begin van neus. Ja, kijk maar. Het is eigenlijk best wel grappig. Je mag bij het begin gewoon niet doodgaan. Want je kunt best wel dikke streaks halen in deze game mode. Maar je moet gewoon bij het begin niet doodgaan. En dat was ook bij die 24 gun streak. Of 23 was volgens mij. Dan had ik bij het begin 2 kills. Toen ging ik 1 keer dood. Of 2 keer dood. Of weet ik veel wat. En daarna ging ik pas op streak. Dus dat is fucked up. Die verkoopste leuk vonden. Een keer wat anders. Ik moest een korte video hebben. Omdat ik dus gisteren die unboxing video had gedaan van mijn nieuwe capture card. En zodoende heb ik gisteren niks kunnen recorden. Moest ik dat vandaag doen. Dus nou, in ieder geval. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.